8. Ja. Dus jij gaat niet mee naar de nieuwe school? Nee. Nee. Voor jou een afscheid nou, hè? Ja, zeker. Hoe vind je het? Wel jammer, maar ik vind het ook wel weer fijn dat ik van school af ga. Ja. Nou, ik heb wel zin om naar de middelbare school te gaan. Want ik was een beetje klaar met de basisschool. Welke school ga je? Het Barnes Lyceum. Groep 2. En dan ga je volgend jaar naar groep 3, hè? Ja. Ja. Op de nieuwe school. Ja. Ben je alwezen kijken? Nee. Alleen een filmpje. En jij, ben jij alwezen kijken? Ja, ik zit in groep 2. Maar hoe vind je die nieuwe school? Vind je een mooie school? Ja. Wat een verhuizing. Een hele verandering en een grote beslissing. En waar hou je dat vandaan, dat logo? Bij het adviesbureau? Ik ga deze school wel erg missen na al die belevenissen. En hoe komt toch die tennisbal in dat hugenotenkruisgeval? Maar op de nieuwe school hebben we ook veel pret. Hopelijk wordt de nieuwe school er snel neergezet. En hopelijk wordt er niet gepest, dat is het best. En met de Montini in één school, dan hebben we ook veel lol. Lekker met de Montini spelen, dan zul je je nooit vervelen. Dan zit ik daar op de middelbare school al een paar jaar en dan denk ik terug aan de tijd op de Kaspar. Die goede oude tijd, wat was dat een gezelligheid. Ja, dat was even wat. Dit is ons nieuwe... Even omhoog houden, want dan kunnen ze het goed zien. Dit is ons nieuwe... Oh. Montini, is die goed? Wat moeten we dan doen, Guus? Omdraaien. Van de oude Kaspar de Colline. Ja, jammer. Want het is een heel leuk pand. En we zijn hier altijd heel erg gelukkig geweest met elkaar. Maar er komt straks ook wel een heel mooi nieuw pand aan. Dus wat dat betreft, gemengde gevoelens. Afscheid nemen van een heel leuk gebouw. Maar ook wel de toekomst in een mooi nieuw gebouw. Dus dat is ook heel erg leuk. Beetje weemoedig, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed, we hebben vandaag nog wel eventjes een mooi feest hier voor de kinderen en de ouders vanmiddag. Vanavond kunnen er allemaal nog mensen het pand in. Om daar nog wat te gaan zien. Dus het is ook wel weer heel erg leuk om zo'n dag te hebben met elkaar. Ja. Wanneer moet deze school leeg staan eigenlijk? Nou, we hebben nog na deze week nog 2 weken een zomervakantie. En dan in de week van 11 juli gaan we verhuizen. Aan het eind van die week, dus dat is 15 juli, moet het gebouw helemaal leeg zijn. Ja, wordt werken. Dat wordt hard werken. Dat is de eerste week van de zomervakantie. En dan krijg je zo'n verhaal van, ja, leerkrachten die hebben zoveel vakantie. Nou, bij ons deze keer niet zoveel vakantie. Nee. Maar toch een nieuwe school, samen met de Montini. Ja. Dat wordt ook wennen natuurlijk. Ja, maar wel een hele leuke gewenning. Want we hebben al heel veel dingen met elkaar samen gedaan. De beide directeuren die maken allemaal mooie plannen. Dus ja, we zien er eigenlijk wel heel erg naar uit. Wel met z'n tweeën in het gebouw. Allebei aparte scholen in het gebouw. Maar we gaan best heel veel dingen samen doen. En dat is leuk. Misschien hebben ze boven nog foto's. Want daar liggen ook allemaal foto's. Maar die kon ik ook niet vinden. Ja, wat heb jij met de school gaan doen? Nou, ik heb hem zien bouwen, want wij woonden hier al in 66, 67 zeg maar. En onze dochter is erop geweest en onze kleindochter is er ook op geweest. En ik heb zelf 7 jaar hier gewerkt, als meewerkende ouder zeg maar. Ja. We gingen net op de stoel zitten en ik hoorde uw vrouw al zeggen, ja nou mag het. Ja, hier zat vroeger de hoofdmeester, de heer Melissen. Die was toen mijn rector.
In begin jaren 70 tot 74 heb ik op deze school gezeten. En ik kreeg nu de mogelijkheid om even te kijken naar het gebouw voordat het in andere handen gaat. Dus, ja, een beetje nostalgie, hè? Ja, ik hou er ook wel van. Pieter. Hoe is het? Ik kijk goed. Ik kijk altijd met plezier naar je mooie huisje. Nou, dank u wel. Ja, je volgt ze nog steeds, denk ik, of niet? Ja, zoveel mogelijk. Want ik zag juist in de krant dat een oud leerling, Gert-Jan Roest, die op de Drakenburgerweg woonde, 6 juli aanstaande hoopt te promoveren. Dat hij. En dat vind ik dan toch altijd wel weer leuk om nog te kunnen volgen. Ja, inderdaad. In welke groep heeft u gezeten? Heel vaak groep 3. En ook wel groep 4, want ik had dan een collega die vond groep 3 ook leuk. Dus dan begonnen we in 3 en dan gingen we mee naar 4 en dat wisselde dan. En ja, ook wel eens combinaties en ook wel groep 5. Ja, dat kwam dan wel eens zo uit. Wat voor soort onderwijzeres was u? Streng? Ja, ik was best... ze moesten wel luisteren. Maar aan de andere kant, dan komt er ook wel weer wat mee door. Maar je moet wel dat ze ontzag hebben en dat ze niet haar eigen gang gaan. Echt, nee, want een kind verlangt gewoon naar regels. En nu is Bradley groot geworden. Zes komen groter geworden. Zo. Dat is een klein beetje ook. En nog steeds vrienden, hè? Dus het is wel super. Is dat leuk zo'n dag? We hadden natuurlijk eerst het pleinfeest. En nu is het wel een hele leuke afsluiting. Want je komt oud-leerlingen tegen van heel veel jaren terug. Ouders, leerkrachten. Het is gewoon een heel leuke ontmoeting. Ja. Ja, herkent u ze dan ook meteen? Bij sommigen niet direct, maar dus waren kinderen, of grote meiden, grote knullen nu, waarvan je dan direct zegt, oh, dat ben jij. En dan ook direct bepaalde herinneringen nog wel naar boven komen. Ja, dat hoorde ik u net ook zeggen. Ja, je onthoudt het toch. Ja, natuurlijk, van wat dan direct boven borrelt, want dat zijn dingen die je dan niet vergeet. Hoe lang bent u hier leerkracht? 25 jaar in augustus, dus 25 jaar gewerkt en daarvoor nog 2 jaar invalwerk gedaan. En dan een nieuw gebouw? Nee, ik ga stoppen. U gaat stoppen? Ja. Oh, goed. Nieuwe fase, nieuwe periode, nieuwe dingen en weer genieten van andere dingen. Met heel veel plezier lesgegeven, genoten van de kinderen. En die zal ik ook zeker wel gaan missen. Maar ik heb ook kleinkinderen waar ik van kan genieten. Ja. En op de nieuwe school kom ik echt nog wel even om een hoekje kijken. Ja. Want, even kijken. Ja. Hoe is het om al die oud-leerlingen terug te zien? Ja, het is heel bijzonder. Ik vind het een bijzondere avond nu. Je komt ouders tegen, je komt leerlingen tegen die je in 1975 en de jaren daarna allemaal in de klas hebt gehad. En er zijn hele leuke ontmoetingen. Ze zijn allemaal volwassen, ze zijn allemaal vader of moeder geworden. Ja. En al dat soort verhalen krijg je nu te horen. Maar ook de herinneringen aan toen. Dat je dus rond het gebouw aan het klussen bent met de jongens. De kelder inrichten, want het was niets. Het waren allemaal gewelven. En daar hebben we ook licht aan gebracht met de stel leerlingen. Was u de eerste directeur hier? Nee, de tweede. De persoon die voor mij was, dat was de heer Melissen. Misschien ook nog wel bekend bij een aantal mensen. En ik heb hier van 1975 tot het jaar 2000 rondgelopen als directeur. En de school zien groeien, weer kleiner zien worden, weer zien groeien. En ja, zo gaat dat in het onderwijs. Dus de wijk componistenbuurt en de professorenbuurt, daar hadden we onze leerlingen van. Ja, componistenbuurt die vergrijsde. En toen kwamen eigenlijk de meeste leerlingen hier uit de professorenbuurt. Nou, heel leuk altijd mee omgegaan. Het is een bijzondere tijd geweest. Walking on the red market, walking on the red market.